spoorwegen voor ongekende uitdaging. De NS zoekt naastig naar manieren om de reiziger te vervoeren in de aanstaande anderhalve meter samenleving. Op dit moment is de dienstregeling flink teruggeschroefd en zijn de treinen vrijwel leeg. Toch zo? Ja, dat is zeker zo. Roger van Bokstel, u bent de hoogste baas van de NS. En dit is hoe de perrons er de laatste tijd uitzien. Een fotograaf zou denken, god, dat heeft ook nog wel iets van schoonheid. Maar zo ziet hij dat denk ik niet, hè? Nee, kijk, je ziet hier Utrecht Centraal. Het normale drukste knooppunt van Nederland. Hè. Daar hebben wij iedere dag de topdag van Schiphol, zeg ik maar. Iedere dag. 220.000 mensen per dag die door het station heen gaan. En nu, bij ons is het aantal reizigers teruggezakt tot 10% van normaal. Ja. Maar wij zijn wel gevraagd door het kabinet ook als vitale sector blijf rijden. Dat doen we ook graag. En anders dan KLM. KLM wordt nu tijdelijk ook een soort staatsdeelneming, zoals NS al is. Mm-hmm. En ik gun hun ook continuïteit met die reset. Bij ons, wij zijn al gereset. Wij rijden helemaal 100% duurzaam. We rijden op windenergie. We vervoeren iedere dag meer dan 1,3 miljoen Nederlanders. Doen we goed op het ogenblik. De prestaties waren echt top. En het is natuurlijk heel raar dat ik nu tegen reizigers moet zeggen, u moet niet met ons komen reizen. Ja. Terwijl je altijd zei, graag wel. We doen het voor de mensen in vitale functies. Die moeten echt de trein kunnen gebruiken. Mensen in de zorg, mensen in de politie of bij de supermarkten die daar werken. Dat doen we graag. Ik wil het wel veilig kunnen blijven doen voor onze eigen mensen. De conducteurs, de veiligheidsmensen op het station. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij nu 1 miljard echt tekort gaan komen aan inkomsten. Terwijl mijn uitgaven gewoon blijven. Ja, 1 miljard per, want u dreigt. Nou, wij dreigen nu in juni zitten we op 0,5 miljard verliezen en eind van het jaar op 1 miljard. En hoe hoopt u dat op te lossen? Heeft u aangeklopt bij minister? Kijk, het gekke, dat moet ik echt even uitleggen. Wij vragen niet zomaar om geld, zoals nu KLM krijgt. Wij vragen om een aantal dingen niet te hoeven betalen. Wij betalen concessieprijs voor rijden op het hoofdrailnet. Wij betalen voor het rijden op de hoge snelheidslijn. En wij betalen aan ProRail voor het gebruik van het spoor. Ja, daar hoop ik echt van dat het kabinet gaat zeggen, hoeft u niet meer te betalen. Wat zou dat schelen? Nou ja, honderden miljoenen. En gelukkig heeft het ministerie van Financiën, mijn aandeelhouder, al gezegd, ik hoef dit jaar je dividend niet. Wij hadden een goed resultaat. We hadden 120 miljoen winst. Zouden we dividend afbetalen? Financiën heeft al gezegd, dat hoef ik niet te hebben. Als ik die andere betalingen ook niet hoef te doen, dan heb ik in mijn portemonnee voorlopig lucht. Dan kan ik gewoon de kosten blijven dragen die we maken om de trein iedere dag te rijden. Geldt dat en ook, dat hoop ik echt. Ja, geldt dat ook de andere kant op? Bijvoorbeeld de uitbaters bij u op de stations, de mensen die daar kiosken hebben, et cetera. Verlaagt u hun huur ook? Ja, nou, wij hebben echt heel goed overleg met degene die op stations winkels exploiteren. Dat mag u echt navragen. Een deel is van onszelf. Hè. De kiosk die u noemt, die is van NS. Maar bijvoorbeeld de ACO-boekhandel of de Rituals of noem alle ketens maar op. Wij willen ze graag houden. Dus wij stellen ons soepel op. Maar we zijn ook een bedrijf. Dus we kunnen niet zeggen het is allemaal gratis. Maar we kunnen wel faseren met betalingsregelingen. Zeggen het kan later. Want wij willen natuurlijk uiteindelijk de dynamiek gewoon weer terug. Nederland kan niet zonder openbaar vervoer. Maar u zegt eigenlijk, ik zou aan de staat willen vragen, wilt u alstublieft die kosten kwijtschelden, want er zit in de problemen. Maar aan de uitbaters op de stations, wilt u zeggen, ik wil eigenlijk jullie kosten uitstellen. Die moeten alsnog terugbetaald worden. Ja, maar dat gaat ook niet hand in hand. Het is niet zo dat wij daar honderden miljoenen van krijgen. Ik moet echt even de grote getallen goed in beeld houden. Ja. Ik betaal honderden miljoenen om te mogen rijden. Mm-hmm. Andere OV-bedrijven overigens, ja, die hebben ook grote kosten, maar die krijgen soms weer geld van provincies. Die balans moeten we goed houden. Ik wil mijn portemonnee zo kunnen houden dat ik mijn salaris kan blijven betalen bij de mensen in vaste dienst. Die willen we graag houden, perspectief bieden. Maar we moeten ook intelligent gaan open-up doen. We hebben een intelligente lockdown, zegt de minister-president altijd. Maar ik pleit ook weer voor een intelligente open-up, want als we nu gefaseerd weer de samenleving wat openmaken, basisscholen, straks middelbare scholen, daarna misschien wel de kappers en de andere sportinstellingen, dan gaan mensen weer meer gebruik maken van. Laten we eens dan kijken hoe dat eruit ziet. Hè? Want we kennen de beelden van de stations. Utrecht Centraal staat natuurlijk een goed voorbeeld van. Hoe ziet die nieuwe anderhalve meter samenleving eruit, bijvoorbeeld
op die perrons, bijvoorbeeld in die stations. Hoe ziet u dat? Nou, wat wij nu doen, hè, wij plakken overal spullen op de grond van stations. Door heel Nederland, van hou 1,5 meter afstand. We kijken of we looproutes moeten instellen. We vragen aan onze conducteurs om ook te bewaken dat dit kan nu niet meer, hè, wat we nu in beeld zien. We vragen dus echt, gedraag u netjes met in- en uitstappen. Laat mensen de ruimte. Nou, als een trein bijna leeg is, gaat dat goed. Maar we hebben natuurlijk toch ook af en toe nog wel behoorlijk volle treinen op bepaalde trajecten. Ja, dan ben je ook afhankelijk van het gedrag van mensen zelf. Nou, door de bank genomen gaat dat goed. Helaas af en toe ook vervelende uitschieters. Met ook weer risico voor onze mensen. En dat wil ik niet hebben. Dus als je intelligent weer gaat openen, ons land, dan zul je toch moeten gaan nadenken over de vraag, kan 1,5 meter dan nog wel in het openbaar vervoer? En wat is daarop het antwoord? Nou, ik zeg u eerlijk, dat kan niet. Dat dus, kan niet. Dus, als je dat zou eisen, dan kun je hooguit 25-30% van de mensen in een trein krijgen, of in de tram, of in een metro. Dat kan niet. En je kunt ook niet iedereen de weg opsturen. Dan staat Nederland ook in no time stil. We zijn gewoon, allemaal hebben we het nodig om Nederland weer straks te doen. Is dat uw grote angst? Is dat uw grote angst dat mensen in deze tijd juist weer in de auto gaan zitten? Want veilig? Nee, ik vind het geen angst. De autopartijen hebben nu ook moeilijk. De fabrikanten kunnen niet eens auto's, ook geen duurzame auto's leveren, want de onderdelen komen niet. En dus alles stagneert. We zitten in een mobiliteitsalliantie waar we niet elkaars vijanden zijn, maar waarbij we samen zeggen, hoe doen we de mobiliteit nou goed? Mm-hmm. Maar openbaar vervoer is in alle grootstedelijke gebieden in Nederland, maar ook voor de langere afstanden, essentieel. Maar kunt u de trein niet zo inrichten dat het wel mogelijk is om naast elkaar te zitten met plexiglas? Of? Nou ja, kijk, maar dan kom je op hele interessante vragen. Wij staan onder streng toezicht. Ik kan overal plexiglas in gaan bouwen, maar als we een botsing zouden krijgen en iemand het plexiglas vliegt langs mensen hun keel, dan dat kan niet. Dus, nee, u moet het wel vastmaken, dat plexiglas. Het moet veilig zijn. Ja. Wij gaan nu aan 100.000 klanten ook vragen, denk met ons mee. We zetten vandaag een enquête uit. 100.000 klanten, denk met ons mee. Hartstikke goed, want mensen zijn veel slimmer dan wij altijd denken. Dus ik vraag ook klanten. Maar wij hebben wel al gezegd, het wordt waarschijnlijk onafwendbaar dat we toch wij onze mensen mondkapjes gaan geven. Dus de mensen die bij NS werken of bij andere OV-bedrijven. En de overheid zal echt moeten gaan nadenken hoe ze reizigers ook zover gaan krijgen dat ze zich gaan gedragen. Zijn we niet telkens het wiel opnieuw aan het uitvinden? Dus, volgens mij dus begon in China. Ergens had je kunnen zeggen, je kon het zien aankomen. Net zoals toen wij in Nederland eigenlijk al best wel ver waren, hadden ze in Engeland nog een hele marathon. En dat je denkt, maar hoe kan het anno 2020 dat je dat niet zo van elkaar leert? Maar bijvoorbeeld nu even andersom. Ja. Er zijn al landen in die fase 3 waar het versoepeld is. Zeker. Ik hoor daar heel weinig over, wat we daarvan zouden kunnen leren. Ik kijk naar Japan, ik kijk naar China, hoe het nu gaat. Ik kijk naar Singapore. Doen ze dat? Hoe doen ze het in China met openbaar vervoer? Overal worden mondkapjes nu gewoon gedragen. Je kunt stoeien over de kwaliteit. Nou, de heer Siebesma weet, wij zijn ook met hem in gesprek om te kijken, kunnen we in Nederland gewoon zelf ook mondkapjes gaan produceren? Is dat iets wat u zou willen verplichten in de trein? Dat u zegt, u kunt de trein met een mondkapje en dan kunnen we met meerdere mensen wat dichter bij elkaar zitten. Iets moet ook enigszins gehandhaafd kunnen worden. We hebben niet 1000 politieagenten in een trein. Dus je moet het hopen dat de mensen zich zo willen gaan gedragen om te voorkomen dat je anderen belast. U weet, ik kom uit de zorg. Groot hart voor de zorg. Ik ben getrouwd met een dokter. Ik ga nooit een wissel trekken op de capaciteit die nodig is in de zorg. Maar we moeten nu wel naar de volgende fase. En dat is mijn beroep ook op de overheid. Denk mee. Dat vraag ik ook aan de heer Siebesma, die helpt. Denk mee. Hoe krijgen we toch voldoende mondkapjes in Nederland? De hoogste kwaliteit van mensen op de IC. Maar ook als je gaat reizen, als je gaat werken. Want je kunt niet eindeloos blijven zeggen, Nederland blijft stilstaan. Nee, dat gaat niet. Maar even voor de zekerheid, wilt u uw personeel beschermen met mondkapjes? Of vindt u dat alle reizigers alleen ook zouden mogen reizen als ze een mondkapje op hebben? En. Ik wil heel graag onze eigen mensen beschermen. En ik zou ook heel graag willen, België gaat het vanavond verplicht stellen. Duitsland heeft het gisteren verplicht gesteld. Frankrijk gaat het nu doen. En Oostenrijk heeft het vorige week al gedaan. Het gebeurt overal om ons heen. Alleen in Nederland wordt het debat nog niet gevoerd. En ik wil best terugkijken, wou ik net tegen je zeggen, maar ik ben het meest geïnteresseerd in vooruitkijken. Als wij Nederland op een goede manier, intelligent, weer in beweging willen krijgen, en ook het openbaar vervoer daarin essentieel is, dan zullen we ook met de politiek moeten praten over onder welke omstandigheden. U heeft ook gesproken over een app. He, dat je kunt inloggen op een bepaalde tijd, dat je kunt reizen met de trein. Nou is Hugo ook journalist voor een krant. Ja. Die zou bijvoorbeeld Toon Gerbrands willen interviewen in Eindhoven. Maar ineens laat Toon Gerbrands weten, morgenochtend moet je om 9 uur bij mij zijn.
heeft hij dan een trein? Of zou het kunnen dat de trein vol zit? Weet je, dit is misschien niet het leukste voorbeeld. Het makkelijkste voorbeeld zou bijvoorbeeld zijn... zou je mensen in het onderwijs uit de ochtend- en avondspits kunnen houden? Zijn opleidingsinstituten bereid om roosters zo aan te passen... dat je bijvoorbeeld niet zegt, allemaal tegelijk in de ochtendspits. Ik wil heel graag studenten ook in de trein, maar het gaat erom... mag ik nog één opmerking maken wat nooit genoemd wordt? Maar als de kwetsbaarste groep ouderen is... zou ik ook nog wel de discussie willen voeren... zou de ouderen bijvoorbeeld niet in de spits moeten reizen... maar alleen in de daluren? Ook vanwege bescherming. Er kan met reserveringssystemen, voor vliegtuigen kan je ook stoelen reserveren. We kunnen natuurlijk iets ontwikkelen waarbij je zegt, nou, dan kunnen we het ook een beetje. Maar wie bepaalt dat? Wie bepaalt dat uiteindelijk? Nou, kijk, privacy moet geborgd zijn. Het moet betrouwbaar zijn. We gaan niet het e-check van vorige week met nieuwe appjes zomaar even doen. Maar je kunt reserveringssystemen maken waarbij je met slots kunt werken. Wie kan er wel in, wie kan er niet in? Hoe handhaaf je het dan? Doe je de controle op de stations al goed? Het gaat er mij om, het denken moet vrij zijn. We moeten niet blokkerend denken en meteen roepen... dit kan niet, dit mag niet. Ja. Ik wil heel graag dat Nederland langzaam weer in beweging komt. Ja. Verantwoord, omdat we niet weer de IC's vol willen hebben. Maar dan hoort daarbij dat je ook onorthodox nadenkt... over welke maatregelen we nodig. En wat niet kan, is volhouden dat je in de trein... 1,5 meter moet houden. Dat gaat. Meneer Siebes, maar dus de enige oplossing, zegt de heer Van Bokstel... is iedereen aan de mondkap. U gaat over heel veel...